Dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe Fortnite update video. Smash natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog aan mijn sportje, namelijk heel erg deze video. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. En jullie zien natuurlijk de item shop van vandaag in beeld staan. En vandaag hebben we best wel veel items weer, toffe items. Daarbij kun je natuurlijk onze code gebruiken als je iets gaat aanschaffen. En wie dat ook heeft gedaan, is Axel. Ik heb de Scarlet Defender gekocht met jullie zak. Ik hoop dat ik in de video kom. Jullie zijn bazen. Hey Axel, heel erg bedankt. Een dikke SO naar jou. Super toffe skin. En we gaan denk ik direct starten. Ik heb vandaag best wel leuke nieuwtjes eigenlijk. Ook wel grote nieuwtjes. Dus we gaan niet al te lang wachten en direct beginnen. Nog eventjes een dikke shout-out naar Jens voor het maken van de gameplay. Ja, laten we natuurlijk als eerst eventjes kijken hoe ver we zitten in dit seizoen. En op dit moment zitten wij op 54%. Wat betekent dat we nu nog 49 dagen lang in dit seizoen zitten. En we gaan door naar het volgende topic. Yes, en dit gaat natuurlijk eventjes over de grote update. En vandaag is inderdaad de dag al. Namelijk, het is vandaag al dinsdag. Wat betekent een V19.20 update. Super chill, want dit is een mega update. Dus dat is zeker weer tof. Eventjes wat info over deze update. Nou, allereerst de downtime. Die begint om 10 uur in de ochtend. Dus je kunt waarschijnlijk dan ongeveer 2 uur lang niet spelen. Dus hou daar eventjes rekening mee. Het wordt waarschijnlijk een grote update. Dus je moet best wel veel downloaden. Dus stel je hebt een slome internetverbinding. Dan zal ik je PlayStation of PC gewoon aan laten staan. Wanneer je naar school gaat. Dan eventjes een nog belangrijk nieuwtje. Dion is live wanneer deze update dropt. Dus dat betekent dat hij alle leaks en allemaal dingen gaat laten zien op de stream op Twitch. Dus ga naar twitch.tv/teveelgevraagd, want Dion is in de ochtend live, dus be there. Dan nog eventjes een dingetje over deze update. Namelijk, ik kan al een aantal dingen vertellen die eraan gaan komen. We krijgen natuurlijk map changes, nieuwe skins, heel erg veel leaks, noem het maar op. Maar één dingetje kan ik alvast noemen en dat is dat er bugfixes aan gaan komen. Namelijk dit lijstje. Dus dat is zeker weer te handig om alvast te weten. Daarnaast kan ik eigenlijk nog wel een dingetje opnoemen. Namelijk, blijkbaar krijgen content creators een nieuwe skin. Sterker nog, 2 skins. Hierbij hoort ook een pickaxe, een backbling en een dansje. Ik ben benieuwd of iedereen met een support a creator code iets krijgt. Of alleen de mega grote creators. Dat zal waarschijnlijk dan internationaal zijn. Ik hoop eerlijk gezegd gewoon iedereen met een support a creator code. Dat zal wel super tof zijn als ze dat doen. Dat betekent gewoon gratis 2 skins, een dansje, backblings en pickaxes. Not bad natuurlijk. Dan eventjes nog een dingetje. Ja, ik kan letterlijk nog een dingetje noemen die er waarschijnlijk aan gaat komen. Namelijk een nieuwe creative device. Komt eraan. Ja, dit wordt de Skydive Volume Device. En wat kan dit device precies doen? Nou, je kunt blijkbaar een zone selecteren waarin, zeg maar, spelers als ze erin komen in een skydive gaan eigenlijk. En je kunt dan zelf selecteren hoe hard ze omhoog gaan en zo. Dus eigenlijk een beetje een soort van launchpad, maar dan een zone. Dus je hoeft niet eens een launchpad neer te zetten. Nee, mensen hoeven er maar in te lopen en je wordt al omhoog geschoten. Dus dat is zeker weer te tof dat ze dit gaan doen. En dit komt denk ik ook vandaag erin, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ja, dat natuurlijk eventjes over de update. Meer kan ik eigenlijk niet over zeggen. Ja, het enige wat ik nog kan zeggen is, ga naar onze Twitch pagina, want Dion is live. We gaan door naar het volgende topic. Yes, en dit gaat eventjes over de Fortnite Crew Pack. Jawel, want het is natuurlijk de eerste van de maand. Namelijk de maand februari. En dat betekent inderdaad een nieuwe Crew Pack. En die zit er dus nu ook in. Die is nu te claimen. Je krijgt een skin bij. Een andere stijl natuurlijk ook. Hetzelfde geldt voor de pickaxe. Hetzelfde geldt voor de backbling. 1000 V-Bucks en de Battle Pass. En ook nog een rap. Dus zeker weten tof. En we gaan door naar het volgende en laatste topic alweer. Yes, en dit gaat eventjes over een grappig filmpje. Namelijk iemand die gewoon de game wint met een Rusty Cam. Moet je kijken. Ja, dat heeft hij heel erg netjes gedaan. Een mooie win. Ja, die andere gast moet zich echt wel schamen eigenlijk. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat je nog genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Daarmee sport je namelijk heel erg. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. Zak te veel vragen kun je gebruiken. Nogmaals, check Dion op Twitch. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Peace out.